De bussen en boten die diensten verlenen aan het Nationaal Vervoersbedrijf verwachten nu ook de betaling over de maand juli. OBS-ondervoorzitter Iwan Voon zegt dat transportdirecteur Noodzee had aangegeven dat de achterstallige betalingen vandaag zouden worden gestort. Echter was er tot vanmiddag 4 uur nog niets op de rekening van de buschauffeurs en bootsmannen. Tot op dit moment. Ik heb vanmorgen wel een gesprek gehad met de directeur. Ja. Zij hoopt dus dat het wel vandaag gebeurt. Want ik heb begrepen dat die informatie ook daar is. Maar ik heb gezegd, zodra dat zover is, dan moet je maar gelijk bellen. Want dan, en je moet nog gelijk zeggen wat je gaat starten. Want juni is ook nu om de bocht komen kijken. Hè? Ja. Dus die stukken ook al in orde. Over nu. Dus dan moeten we kijken. Als ze gaat starten. Dus ten eerste moet financiën berekenen van NTB starten. Die weet ze starten per kwartaal. Hè? Mm-hmm. En dan moet ik nu bij haar nagaan wat zij voor ons gaat overmaken. Regulier mei en juni. En COVID, de mensen die de verplichtingen hebben geregeld vanaf november vorig jaar. Ondervoorzitter Iwan Woon van de organisatie van bus- en boothouders in Suriname was dat. De bus- en boothouders van de NVB blijven in actie tot de betalingen zijn verricht. Want ze beschikken niet over geld voor benzine. Het gaat om de reguliere betalingen over de maanden mei en juni en voor het vervoeren van zorgpersoneel vanaf november 2020.